Momenteel worden gemiddeld 10 mensen per dag met Mexicaanse griep opgenomen in het ziekenhuis. Dat beweert minister Abklink van Volksgezondheid. In de ziekenhuizen in Midden- en West-Brabant loopt het nog niet zo'n storm, maar er is wel een duidelijke toename van het aantal griepgevallen. In het Franciscusziekenhuis in Roosendaal zijn er de afgelopen 2 weken zo'n 6 mensen met Mexicaanse griep opgenomen. Dat aantal ligt dus ver onder het gemiddelde van 10 per dag, dat minister Klink noemt. Er komen wel meer mensen voor een onderzoek. Tot 2 weken geleden waren er dat zo'n 2 tot 3 mensen per dag. Nu zijn er dat tussen de 5 en 10. In het Elisabethziekenhuis in Tilburg zijn woensdag 2 mensen met Mexicaanse griep opgenomen. Het streeklaboratorium, dat ook in Tilburg is gevestigd, ziet wel een toename. 1/3 van de kweek is nu positief, terwijl dat voorheen veel minder was. In het Amphia ziekenhuis in Breda zijn tot nu toe slechts 3 mensen opgenomen met de Mexicaanse griep. GGD Hart voor Brabant heeft vandaag bevestigd dat er in Brabant 1 patiënt is overleden aan het griepvirus. Dat gebeurde begin augustus al.